Een veehouder bij Doetinchem verkocht een kalf dat in het slachthuis belandde, maar door twee keurmeesters werd gered omdat het zo'n vreemd kalf was. In sommige details leek het namelijk verdacht veel op een hert. En wat onthulde de veehouder? Moederkoe was een tijdje weg geweest, de hort op, het bos in, dromend van avontuur. En in de bossen bij Doetinchem zijn herten, reebokken dan. Hele opwindende reebokken. Maar wie zal zeggen of dit de vader is? Of deze? In ieder geval heeft het kalf allerlei kenmerken van een misstap. De ongelijke beharing bijvoorbeeld. En de achterhand die sterk naar binnen loopt, precies als bij een ree. Bij een echt kalf is alles recht toe recht aan. Ook de slechts aan gras en melk denkende brede kop van een koekalf wijkt af van het smalle dichterlijke kopje van het Doetinchemse ree-rundje. Het kind dat waarschijnlijk naar de Universiteit van Nijmegen gaat, heeft een vader die een echte woudloper is en geen stamboekhouder. En zijn moeder is een koe aan de bosrand. Jazeker, nog steeds.